How to Learn Peace. Zo heet de educatieve expo die afgelopen zaterdag is geopend in het Militair Museum. De tentoonstelling heeft ook als ondertitel Eenheid in Verscheidenheid. Initiatiefnemers zijn Kirsten Budeberg uit Duitsland en Brigitta Gugler uit Zwitserland. Kunstenaars aan de expo deelgenomen. Deze zijn afkomstig uit Turkije, Nederland, Duitsland, Zwitserland en Suriname. De meeste kunstenaars zijn in Suriname woonachtig. Volgens schrijfster Cynthia McLeod, die door de initiatiefnemers gevraagd is het openingswoord te doen, heeft het expositiemateriaal vooral laten zien dat je zelfs met militair materiaal op een vredevolle manier zaken kan uitbeelden. Brigitta Kuschler, een van de initiatiefnemers, zegt dat zij de oude vlag van Suriname voor de onafhankelijkheid in gedachten had bij het ontwerpen van het logo. Dus eigenlijk vertegenwoordigt elk zeer dan weer die bevolkingsgroep die hier in Suriname is samengekomen. En dat is voor mij eigenlijk een van de belangrijkste dingen wat ik hou van Suriname. Die verscheidenheid, dus die eenheid in de verscheidenheid van al die verschillende bevolkingsgroepen en religies. En dat heb ik zo ook een beetje geprobeerd in mijn werken van de tentoonstelling. Dat hebben vooral die kunstenaars laten zien. Die kunstenaars hebben dat benadrukt. Prachtig. Maar dan nog, waarom moeten wij hier een tentoonstelling hebben over vrede? We hebben geen oorlog. We kennen ook geen oorlog. Helemaal niet. Er is een binnenlandse oorlog geweest, maar die heeft zich beperkt tot een bepaald gedeelte. Hele generaties Surinamers hebben nooit oorlog gekend. Gelukkig maar. Dat de tentoonstelling voor zowel kinderen als volwassenen is, vindt McLeod heel goed. Ze geeft verder aan dat kinderen alles wat er in de omgeving gebeurt vanzelfsprekend vinden. Zo ook vrede. Maar vrede is duidelijk niet zo vanzelfsprekend, zegt de schrijfster van taal van historische romans. Je hoeft de televisie maar aan te zetten en kijk wat je ziet. En misschien daarom, juist daarom, is een tentoonstelling over vrede, vooral voor kinderen, heel belangrijk. Zodat ze beseffen dat het bij ons wel vanzelfsprekend is, Godzijdank, maar elders in de wereld niet. En dat ze voor het feit dat wij dit wel hebben, dankbaar mogen zijn en eigenlijk moeten proberen om het zo te houden. Ze moeten het koesteren, ze moeten dat doorgeven. Hè? Nu ze kind zijn alvast, maar zeker als ze volwassen zijn. Ze gaan de wereld niet kunnen veranderen, Surinaamse kinderen, ook niet als ze volwassen zijn, maar ze gaan het wel zien, misschien bij anderen. Schrijfster Cynthia McLeod, zij sprak zaterdag tijdens de opening van de educatieve expo How to Learn Peace in het Militair Museum in de Memre Bukku Kazerne.